Ruim 300 jaar oud zijn de Brielse vestingwerken inmiddels. Hoog tijd om ze op te knappen en ze zo voor de toekomst te behouden, vindt de gemeente. De aanleiding is dat er in 1713 de vestingwerken in zijn huidige vorm zijn opgeleverd. Naar aanleiding van tekeningen van Menno van Coehoorn. We hebben dat moment 2013 aangegrepen om wat hernieuwde aandacht aan de vestingwerken te geven. Daarvoor is een projectgroep in het leven geroepen. Niet om allerlei feestjes te gaan organiseren, maar om ervoor te zorgen dat de vesting, ik zeg het zelf altijd zo van, weer teruggaat naar de burgers van Brielen. Een van de inwoners uit Den Briel die zich het lot van de vestingwerken aantrok is Rijn Groen. Hij ontdekte een verscholen bunker op een van zijn wandeltochten over de werken. En toen dacht ik bij mezelf van, als deze er is, er zijn natuurlijk wel wat meer geheimen te bedenken achter die andere bunkers. Nou, zo ben ik op onderzoek gegaan. Ik ben naar het archief gegaan. Ik heb mensen enthousiast gekregen en gemaakt. En uiteindelijk heeft het geleid tot een plan. En het plan ligt er nu. Inmiddels zijn de eerste bunkers opgeknapt, zijn kanonnen hersteld en is een deel weer opengesteld voor publiek. Allemaal dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers. We hebben vrijwilligers voldoende. Er is, ik zou bijna zeggen, bijna een wachtlijst. Geef wel aan dat het leeft. Mensen vinden het leuk. Mensen vinden het leuk die over de wallen lopen en ons bezig zien. Vinden het leuk om mee te doen. Maar dit is eigenlijk een groepje wat zo hecht is waarvan we zeggen van nou, we hebben met 11 mensen hebben we er nu voldoende. Want anders loop je elkaar toch een beetje in de weg. En men biedt zich wel eens aan en dan denken we daar aan als het nodig zou zijn.